Binnenkort mag ik weer lekker naar de Antillen, die je eigenlijk geen Antillen meer mag noemen sinds 10-10-2010. Hoe dan ook, ik ga naar Curaçao en daar ga ik ieder jaar naartoe en daar kunnen mensen diepgravende vragen over stellen. En dan is mijn antwoord warm, wind, waaiboom, want dat is het eigenlijk, Curaçao. Het eten op het eiland, ik hou ervan, maar het is niet heel erg verfijnd. Op de overdekte markt, de Marche Vieux, kan je lekker eten bij allemaal dames van formaat, letterlijk en figuurlijk. En die koken een stoba, een stoofpadje van geit of van vis of van rundvlees. Je kan de pasteitjes kopen. Je krijgt er soep van okra, jambo heet die soep. Dat is een soort slijmerige, beetje groene soep. Ze hebben er van alles met pompoen en papaya. Vissen natuurlijk, masbangu, de red snapper, tonijn soms. Nou ja, allerlei lekkere dingen. Maar het is buitengewoon simpel. Een van de mooie gerechten van Curaçao is funchi. Dat is een soort polenta met iets meer pit. Die wordt geroerd in een pot met een houten stok. En daarna wordt hij soms ook nog, als hij niet vers wordt gegeten, dus gestort wordt gegeten, wordt hij gefrituurd in olie en dan heb je een knapperige funchi. Daar komen vaak zwarte bonen bij of rijst en dan weer allerlei soorten papaya of andere groenten. Keshi Yena vind ik zelf een van de grappigste en lekkerste gerechten van het eiland. Want in Keshi Yena komt eigenlijk alles samen. Het is een oorspronkelijk slavengerecht, dat is natuurlijk iets minder fraai. Het was zo dat de koloniale Hollanders, die aten een Edammer kaasje, een rond kaasje of een Gouda kaasje leeg. En de korst, die ging dan naar de slaven. Zo is het gerecht ontstaan. Nu ziet het er inmiddels anders uit. Het is trouwens ook een feestgerecht. Het ronde kaasje wordt uitgehold en wordt gevuld met vlees, vis of groenten. Aangemaakt met rozijnen, olijven, met allerlei stevige kruiden. En die wordt in de oven gezet. En dan smelt die kaas, die smelt door dat vlees bijvoorbeeld heen. En dat is een Keshi Yena. En in Keshi Yena komt zoet en zuur heel mooi samen. Want je hebt enerzijds die rozijnen, die worden ook wel eens vervangen door pruimen. En aan de andere kant heb je bijvoorbeeld pikkelilie, augurk, olijf. En dat geeft dan het zuur mee aan dit gerecht. De lekkerste die ik ooit at was bij restaurant Papiamento op Aruba. Koninklijke familie eet daar ook regelmatig. En mevrouw Possel zelf dus ook. En daar hebben ze gewoon de allerlekkerste Keshi Yena naar oud familierecept. En zo heet dat dan altijd. En dat geloof ik ook. Schaamteloos zoiets. Over de Antilliaanse keuken is niet zoveel geschreven. Is eigenlijk best wel logisch. Er is een hele orale traditie op de eilanden. En receptuur wordt mondeling van moeder naar dochter overgebracht. Oftewel, er wordt nauwelijks over geschreven. Er is wel een standaardwerk, dat heet Culinario de Caribe. Dat is al heel lang geleden verschenen en dat is ook niet meer verkrijgbaar in de handel. Dit boekje vond ik nog in mijn eigen kast, Kookkunst uit de Cariben. Ik geloof 1988, nou is ook echt zo'n boekje van de NOVIP. Met alle gevolgen van dien, zou ik willen zeggen. Het is van een soberheid die je alleen in de jaren 70 en 80 tegenkomt. Er staan nauwelijks plaatjes in. En wat voor mij jammer is dat het zich vooral op de Bahama's en dergelijke afspeelt. En dat is toch wel een heel andere keuken dan de simpele, eenvoudige keuken. De cucina criollo, zoals het heet, de Creoolse keuken van de Antillen. Maar er is goed nieuws. Er is net een nieuw boek verschenen en dat heet Modern Caribbean Flavors. En dat is dit boek. En dat is geschreven door Helmi Smulders. En zij is niet een Judy Corsau, ze komt niet van het eiland. Zij is daarheen getrokken, ik geloof als juriste. Maar ze heeft een cateringbedrijf gestart. Zij heeft eigenlijk geprobeerd De oude traditionele keuken van Curaçao te vertalen in moderne gerechten.
En daar was die keuken misschien ook wel aan toe. Want op een gegeven moment weten we het allemaal wel met die twee handjes vol gerechten van Curaçao. En zij heeft daar echt haar eigen draai aan gegeven. Wat is nou zo leuk aan dit boek, Modern Caribbean Flavors? Nou, dat het dus die moderne twist aan die gerechten wordt gegeven. En dat deze Helmi Smulders ook helemaal niet terugdeinst voor een stevige bereiding. Bijvoorbeeld heeft een heel leuk recept erin staan van à la blanca. Nou, iedereen van Curaçao weet wat dat is. Dat is een duif. Een wilde duif. Daar kan je lekker op schieten. Daar zijn er trouwens heel veel van, geloof ik. En dan kan je hem roken. Dat doet zij althans. Ze heeft een heel mooi gerecht waarin ze de duif rookt. Ik zie haar dan ook met een jager lopen. Dat vind ik al sowieso heel stoer. Dan wordt het gewoon gerookt en dan eet je het op. Je komt dat nooit tegen in een Curaçao's restaurant. Je komt dat alleen maar tegen bij mensen thuis. Op de een of andere manier houden ze dat altijd binnen vier muren. Nou, je hebt bijvoorbeeld hier ook een soort modernisering. De Caribbean pulled pork. Dus het modieuze pulled pork. En dan gecombineerd met de Caribische touch. Wat ik heel grappig vind hierin zijn de gerechten met geit. Want op Curaçao stikt het van de geiten. Ze lopen overal, ze brengen ook heel veel schade toe aan de natuur. Ze vreten alle hekken kapot. Ze steken de weg over als je er rijdt met de auto. Dus je moet er echt goed op letten. Maar gelukkig wordt er af en toe ook eentje opgepeuzeld. Het is natuurlijk wel dat je even moet weten hoe je dat soms taaige oude vlees moet bereiden. Maar zij maakt er dan merkes van. Geitenmerkes, worstjes draait ze ervan en dan laat ze ook gewoon zien hoe dat dan gaat, dat worst draaien. En als je haar dat dan ziet toelichten, dan denk je, nou, daar draai ik mijn hand niet voor om. Dat is echt helemaal niet zo heel moeilijk. Dus dat vind ik ook leuk. Dat zijn echt plaatselijke dingen. Ze heeft natuurlijk hele leuke vissen erin staan, want Curaçao ligt vanzelfsprekend als eiland midden in de zee. Nou, dan hebben we het over octopus. Van de grill bijvoorbeeld, er wordt eindeloos veel gebarbecued op het eiland. We hebben het over de masbangu. De masbangu, dat is echt een vis van daar. En de barracuda natuurlijk, de octopus had ik al genoemd. De dradu, dat is een lijkt een beetje op dorade, maar het is een andere vis. Een hele droge witte vis. De red snapper natuurlijk, allemaal gerechten daarmee. Maar ook bijvoorbeeld met dit. Dit is de sea purslane pesto. Dat is dan gewoon zeewier. Nou, aan het eind van dit boek staan dan ook nog allemaal leuke drankjes. Met limoen vanzelfsprekend, met kokosnoot, met watermeloen, met tamarinde enzovoort. Dus kortom, het was tijd dat er eindelijk eens een beetje vernieuwing kwam in die Antilliaanse keuken. En die vernieuwing is er bijvoorbeeld nu met dit boek. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.